Biden moesten we toch nog even bespreken, omdat mensen daar wat berichtjes over sturen. Omdat ze zeiden, ja Maarten, dat is niet bij één document gebleven. Nee, dat komt natuurlijk ook omdat zoals gewoonlijk mensen gehandicapt worden door twee factoren. Factor 1 is dat ze niet na kunnen denken. Een bekend euvel, vooral op de sociale media. En factor 2 is dat ze niets weten over geheimhouding. Dus zal ik dan maar even zeggen hoe het zit. Gaan we even het raam een eindje openzetten. Ik dacht, ik zet de verwarming heerlijk op. Ja, nee, het is heerlijk warm. Ik zal hem in ieder geval iets zachter zetten nu. Want nu stoken we heel veel voor de buren. Ja, goed. Factor 1, kunnen ze eigenlijk wel nadenken, is dat de twee situaties... Ik begrijp best dat Biden in de problemen is geraakt vanwege het feit dat hij veel kritiek had op Trump. Die documenten mee naar huis had genomen, naar Mar-a-Lago. Maar het zijn twee fundamenteel verschillende situaties. In het ene geval gaat het over bewust meenemen. Ik neem dat mee. En in het tweede geval, namelijk in het geval van Biden, gaat het over slordigheid. Hij heeft die documenten ooit bij zich gehad. Die heeft hij waarschijnlijk geraadpleegd en die zijn blijven liggen. En ja, ik heb mezelf als voorbeeld gegeven. Als je daar in die kamer zou gaan kijken, weet ik niet hoeveel staatsgeheimen daar nog niet opgeborgen liggen. Natuurlijk heeft hij sommige dingen laten liggen. Het tweede punt is dat er ontzettend veel kritiek is op de klassificatie van wat eigenlijk geheim is en wat niet. En daar stond een heel goed stuk, vond ik ook een lang stuk in Foreign Affairs, waarin staat dat het Amerikaanse klassificatiesysteem volkomen geschift is. Ja, dat als je een berichtje uit de krant knipt en in een officieel dossier legt, dat binnen een week ook staatsgeheim is. Dat mag niet meer geopenbaard worden. En dat werd iets dunner overgedaan in de New York Times, waarin ook werd uitgelegd dat klassificatiesysteem eigenlijk aan een zeer fundamentele herziening toe is. Omdat eigenlijk bij de Amerikaanse overheid alles geheim is. Dus ik blijf bij mijn opvatting dat dit is een typische flutcrisis. Natuurlijk opgeblazen doordat de Republikeinen het een fantastisch idee vinden dat ze Biden hier nu mee lastig kunnen vallen. Maar nogmaals, ik herhaal het nog maar even. De twee situaties zijn naar mijn idee totaal verschillend. In het ene geval is het niet met opzet en bovendien was Biden direct bereid om die spullen af te staan aan het archief. Wat, als ik het goed heb begrepen, overvol is. Het gaat om miljarden documenten per jaar die als geheim worden geclassificeerd. En het tweede punt is dat dat hele klassificatiesysteem niet goed snik is. Dus blijf ik bij mijn opvatting dat het flutnieuws is. Maar je weet dat niets is zo interessant en leidt tot een zo onbegrijpelijke opwinding als flutnieuws. En je begrijpt dat natuurlijk ook voor rechts Nederland een ontzettend leuk was. Dat Biden in de problemen was geraakt. Alsof dit op zichzelf vergoelijkend is voor wat Trump heeft gedaan. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet. Maar nogmaals, wat Biden heeft gedaan is heel iets anders dan wat Trump heeft gedaan. En dat er iedere keer nieuwe berichtjes komen van alweer een... Ja, alweer dat is vrij surf en het is natuurlijk ook zo klaar als een klontje, laten we wel wezen. Ze wisten dat al enige tijd. Ze hebben maar gewacht tot de tussentijdse verkiezingen achter de rug waren. Dat is nou weer niet zo overtuigend natuurlijk. Maar ik blijf erbij. De situaties waren fundamenteel verschillend. Hoe vond je Rutte bij Biden? Hoe vond ik Rutte bij Biden? Nou, ik moet zeggen dat ik nogal verbaasd was dat hij achter een bureaubocht zit. Met de telefoon? Ja. Was ik wel verbaasd. Vond het wel geestig. Ik weet niet wat. Dat schreef de krant ook alweer dat het... De dreumes mocht ook tijdelijk achter het bureau. En dan staat je weer dat gedoe met de machtigste man ter wereld. Dat vind ik ook. Ik lees dat liever niet. Dat is kletskoek. Biden is zeker binnenlands. Zijn de mogelijkheden van een Amerikaanse president zeer beperkt. En ja, de wereld zit ingewikkelder in elkaar dan dat Amerika in een volstrekt alles dominerende positie inneemt. Dat is niet zo. Het gaf wel even de verhoudingen weer tussen Biden en Rutte inderdaad. Ik begrijp dat ze goed met elkaar konden opschieten. Dat kun je je best voorstellen. Ik bedoel, Biden is een beroepspoliticus. Rutte is een beroepspoliticus. Die zien allebei wel het nut in van zo'n beetje amicaal. Je voelt dat wel, hè? Een beetje amicaal. Hand om de schouder. Dat is ook een heel bepaalde habitus. Ik geef er persoonlijk niets voor, maar goed. Wat is het belang van dit soort bijeenkomsten? Nou, ik denk dat je een goede relatie met Amerika is natuurlijk voor elk land. Of je nou NATO-lid bent of wat dan ook. Is dat een zaak van enig gewicht, ja. Het is wel een zaak dat ze geen flauwe dingen aan doen. En als je namelijk iets doet wat Amerika absoluut niet bevalt, zijn wel voorbeelden van dat ze dan verdomd vervelend kunnen zijn. Ja, dat was met die, hoe heet het, maar dat is weer een tijd geleden. Toen wij, omdat je vanwege die NATO, dat is dus artikel 5 van de NATO, is dat één oorlog tegen één is een oorlog tegen allen. En dat Nederland toen, ik ben nou vergeten dit incident, op welk, waar en hoe. Maar dat Nederland zegt, ja wacht even, maar we willen daar eens goed over nadenken voordat we dat allemaal gaan bevestigen. Nou, dat werd ons enorm kwalijk genomen. Sowieso, hier Rumsfeld, die heeft toen nog gedreigd om de hele NATO-hoofdkwartier van Brussel. Hij vond dat die Europeanen veel te kritisch waren, dat het van Brussel naar Warschau zou worden verplaatst. Maar ze wel dankbaar waren voor de Amerikaanse aanwezigheid. Wat op zichzelf niet onjuist was natuurlijk. Maar bij alle immense verontwaardiging, volkomen terechte verontwaardiging over het optreden van Poetin tegen de Oekraïne, vergeten we nogal vrij makkelijk dat de Amerikanen natuurlijk in 2003 een volkomen achterlijke grootschalige militaire interventie in Irak hebben ondernomen. Nou was die Saddam Hussein een ongelofelijke boef en een moordenaar. Maar ja, het deugde niet. En daarna in Afghanistan, waar wij ook aan mee hebben gedaan. Nou ja, iemand schreef ook in die reacties. We zijn nu al gaan organiseren voor tribunalen waartoe Poetin berecht zal worden. Want je voelt wel aan je water nooit zal gebeuren. Maar dat schreef ook iemand, ja, hoe ziet het eigenlijk met de Amerikaanse president? Is dat allemaal goed wat de Amerikanen hebben gedaan? Nou nee, dat is natuurlijk niet zo. Ja, een interventie die volledig gebaseerd was op leugens. Vrijwel bewuste leugens. Wat vond je ervan dat Rutte ook aankondigde toen hij daar was bij Biden, we gaan naar Oekraïne helpen? Nog meer? Ja, dat leek natuurlijk, maar dat was natuurlijk hartstikke mooi. Zeker natuurlijk, aangezien Amerika natuurlijk toch de grote helper van de Oekraïne is gebleken. Ook in deze crisis is opnieuw gebleken dat je Amerika niet missen kunt. En dat is natuurlijk, Europa moet wel goed nadenken over, kijk, dit zou allemaal heel vanzelfsprekend en niet al te onrustbarend zijn. Als Amerika in principe ook voor de naaste toekomst een betrouwbare partner zou zijn. Maar dat is het niet. Ik bedoel, iedereen zal toch die verkiezingen van Kevin McCarthy hebben gevolgd. Dan weet je dus dat de waanzin daar aan de macht is. Ik zag Kevin McCarthy in intieme omstrengeling met Marjorie Taylor Green. Nou goed, dan weet je wel eens een beetje hoe laat het daar is. Die vrouw is geestelijk gestoord. Wat gebeurde daar? Nou ja, die stonden gezellig naast elkaar. En het was duidelijk dat Kevin McCarthy het allemaal ontzettend leuk vond. Ja, ik vind dat ontzettend zorgelijk. De tragiek van Amerika is natuurlijk dat het, dat heb ik eerder gezegd, het is een fantastisch land in allerlei opzichten. Maar het heeft een onmogelijk politiek systeem. Vergeet dat niet, dat Trump in elke normale democratie nooit president was geworden. En dat we absoluut niet, want je kunt natuurlijk zeggen, ja, hij is beschadigd. Hij is beschadigd, de kansen zijn voor het 24 misschien minder geworden. Maar is die out of the race? Nee, dat is die ook weer niet. En wat maakt Amerika betrouwbaar? Wat is daarvoor nodig? Een stabiel politiek systeem? Ja, een systeem wat niet gevoelig is voor een soort autocratisch populisme. Voor, laten we zeggen, Trumpiaanse uitbarstingen. En ik zeg niet voor niks Trumpiaans, ik maak er een soort ideologie van. En nou ja, dat is een ideologie dat de rest van de wereld de moord kan stikken. En dat de rest van de wereld toch alleen maar probeert om Amerika te misbruiken. Nou ja, denk aan Trump, die van mening was de Europese Unie een schandelijke manier misbruik maakte van de Verenigde Staten. In feite moest worden beschouwd als een vijand van de Verenigde Staten. Ja, dan zit je wel met een probleem. Maar dan is Amerika altijd toch een onbetrouwbare partner al geweest? Nou, in sommige opzichten ja. Amerika heeft overigens, niet waar, altijd wordt Amerika geafficheerd als de leider van de rules-based world. Amerika heeft zichzelf nooit aan de rules gehouden, never. Dat is al jarenlang zo. Als mensen niet willen geloven, sorry, dames en heren. Kijk nog eens in de Wikipedia, altijd even nuttig. Daar staat een enorm uitgebreid lemma over alle verdragen die Amerika nooit getekend heeft. En een groot deel van de rest van de wereld wel. Dus dat is al heel interessant om daar eens een blik op te slaan. Vooral ook omdat vaak de Senaat niet akkoord gaat met zaken die de regering wel getekend heeft. Maar je weet, bij alle verdragen die Amerika sluit, moet de Senaat met 2/3 meerderheid besluiten om dat te bekrachtigen. Zo niet, dan is het niet bekrachtigd. Dus dat speelt al een rol. Dus heeft Amerika zich altijd aan de rules gehouden? Nee, absoluut niet. Tegelijkertijd natuurlijk was de Verenigde Staten jarenlang, sinds de Tweede Wereldoorlog in feite, en sinds het begin van de Koude Oorlog, garandeerde de Verenigde Staten dat ze ons in nood zouden kunnen en willen beschermen. En aangezien ze verreweg de omvangrijkste militaire macht op aarde zijn, en de meest moderne militaire macht op aarde, is dat wel een prettige garantie. Maar als een Trumpiaanse politieke opvattingen, als die daar in feite steeds tot de potentiële mogelijkheden behoren, ja, dan kun je daar ook niet op rekenen. Wat Merkel zei, we staan er nu alleen voor, is niet irrelevant geworden. Wij staan er alleen voor. En daar heeft in Europa nog een hoop werk te doen om Europa de eigen kracht er alleen voor te laten staan. Hoe kijk jij naar de Duitsers die heel erg twijfelen over die tanks? Ja, die worden enorm scherp bekritiseerd natuurlijk. Omdat wij allemaal verwacht hadden dat ze die Leopards wel zouden leveren. Ik vermoed dat dat toch wel zal gaan gebeuren. Maar ze hebben het dan moeilijk mee. En dat wortelt uiteindelijk in de Duitse geschiedenis. En daar heb ik wel begrip voor, dat ze dat nog steeds als een factor zien. En dat ze steeds gekoerst hebben op het idee. En ook zij zijn natuurlijk, als er nou één land niet waar onderuit gehaald is door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, dan is het natuurlijk Duitsland. Wat altijd gemikt heeft op een redelijke verstandhouding met Rusland. Wel zich realiseren dat Rusland daar nu eenmaal is en niet weg zal gaan. Dat Rusland een klotenland is. Ja, het een mag je eigenlijk wel zeggen, het andere is nog twijfelachtig, bijna in een podcast in ieder geval. Nou ja, dat Rusland een afschuwelijk land is in allerlei opzichten, daar gaan we nu verder niet op in. En dat je daar dus wel, dat we te veel gemikt hebben zonder twijfel. Ik heb dat zelf ook gedacht, dat we te veel hebben gemikt op de koele rekenkunst van de Russen. Ik heb de sentimentele kletskoek over imperiaal en ik weet dan niet wat, dat heb ik ook enorm onderschat. Ja, ik sprak van de week iemand. En de Duitsers ook. Iemand zei van de week, die zei ja, toen Maarten dat zei, ze vallen niet aan en het gebeurde toch. Ben ik wel even afgehaakt bij de podcast. Toen dacht ik, ja, die van Rossum, die kan lekker praten, maar wat... Ja, dat is natuurlijk vrij suf, want hij kan beter luisteren. Zoals ik vaak heb gezegd, ik ben een fervent aanhanger van het Britse weekblad The Economist. Ben ik het daar altijd mee eens? Nee, helemaal niet. Maar niets is zo nuttig dan om intelligent commentaar te lezen waar jij het in principe niet mee eens bent. Want dat dwingt je om zelf na te denken.